Beste ambachters, ik vind het fijn tegen het eind van het jaar nog een aantal woorden tot u te richten. Want we hebben toch wel een heel bewogen jaar achter de rug. Misschien wel het meest ingrijpende jaar na de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen zijn ziek geweest, geworden, zijn mensen overleden. Ziekenhuizen waren overvol. Er was veel leed. En trouwens, ook dicht in de buurt is er soms onverwachts leed. Neem nou het complex van de Heerlijkheid, een felle uitslaande brand. Toch 5 mensen even opgenomen in het ziekenhuis, 2 heel ernstig en inmiddels 1 overleden. En gelukkig is het bij het ene pand gebleven. Maar je ziet hoe zo'n ramp heel dichtbij kan zijn. Ook heel mooi hoe de omwonenden die allemaal moesten vertrekken, elkaar hebben getroost en opgebeurd in het gemeentehuis. Een beetje omzien naar elkaar is dan ook belangrijk. De coronacrisis heeft het best ingehakt bij ons. De bedrijven, die het heel moeilijk hebben. De theaterwereld, de horeca. Banen die op het spel staan, misschien ook wel uw baan. En ook op school was het lastig. Voor jullie als leerlingen, maar ook voor de docenten. En veel respect hoe het toch allemaal gegaan is. En dan nog wil ik noemen de ouderen. Zeker aan het begin van de crisis. Die verregaande isolatie, die eenzaamheid en het soms in eenzaamheid overlijden. Het is iets wat we zo niet meer willen. In het begin van de crisis grote eensgezindheid. Met elkaar, landelijk, de regering, de Tweede Kamer, gemeente, allemaal. Later veel meer divers, tegengestelde meningen. En soms ging het meer om de politieke profilering als om de bestrijding van het virus. Dat zijn niet de mooiste kanten van politiek en bestuur. En ook sprake van veel kritiek. Toch denk ik dat we daarin terughoudend moeten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de verantwoordelijke bewindslieden en adviseurs met de beste intenties hebben geprobeerd het virus in te dammen. En de open oog hebben voor verbeteringen, maar laten we ze ook waarderen. Ja, en dan op weg naar kerst. Een Nederlands prachtig familiefeest van ontmoeting en genieten van de goede dingen van het leven. Dit jaar hebben we een heel andere kerst. Kleinere kring, soberder. En ik werd al een beetje getroffen vanmorgen door een opmerking van de paus die aangaf dat die sobere kerst misschien veel meer aansluit bij de essentie van kerst als datgene wat het geworden is. Want kerst is ontstaan in de christelijke kerk. Jezus is daarin de centrale figuur. En er wordt beleefd als verlosser. Ook beleefd als voorbeeld van hoe je met elkaar omgaat. En in ambacht zijn we heel divers. We zijn gelovig, niet gelovig of niet zo gelovig. We respecteren dat van elkaar. Maar ik ben er wel van overtuigd dat tijdens kerst een stuk bezinning voor iedereen goed is, ongeacht hoe je daartegen aankijkt. En of je nou gelooft of niet, een klein beetje Jezus als voorbeeld nemen hoe hij omging met mensen, daarvan ben ik overtuigd dat de wereld mooier zou worden. Ik wens u allen heel veel sterkte in deze coronatijd, ook met het opvolgen van de regels. En ik wens u een hele fijne kerst, een gezegende kerst en een heel mooi nieuwjaar. Dankjewel.